Hoe is het om terug te zijn bij De Sprong? Ja, leuk. Het is waar ik ooit begonnen ben en waar het dus voor mij ook allemaal begonnen is. Dus ik kom hier wel vaker. Mijn nichtje die heeft hier tennisles. Dus ik kom hier nog wel eens af en toe om te kijken. Maar het is altijd speciaal om terug te zijn waar je bent begonnen. En dat geldt voor mij ook bij De Sprong. Ooit is begonnen op De Sprong. Nu is jouw carrière al een heel stuk verder. Hoe ziet de carrière van Richel Hogekamp op dit moment uit? Weinig in Nederland. Ik ben vooral veel op reis. Ik denk dat ik zo'n 30 weken per jaar wel in het buitenland ben. En de weken dat ik thuis ben, geniet ik extra om weer in Doetinchem te zijn en om weer thuis te zijn. En de weken dat ik thuis ben, is het vooral veel trainen en wat dingen bijschaven. Ja, vorige week had je ook nog een hele verre wereldreis naar België. Alleen dat liep niet zo heel goed af, want je kreeg een blessure. Hoe zat dat? Ja, ik heb tweede ronde moeten terugtrekken. Ik had de eerste ronde gewonnen. En na die eerste ronde kreeg ik last van mijn lies. Nu ben ik toch dit weekend gewoon goed hersteld. En ik heb gisteren voor het eerst weer hard gelopen en dat ging gewoon prima. Dus ik denk dat het gewoon weer goed is. En dan vertrek je morgen weer naar Praag voor een klein toernooi ter voorbereiding op de grote US Open. Wat verwacht je daarvan? Niet zoveel. Ik heb deze dagen niet getennist. Ik heb nu bijna een week dan niet getennist. Vandaag voor het eerst weer een balletje geslagen. Dus ik ga daar morgen gewoon trainen en ik wil gewoon wat ritme opdoen. Toch nog wat wedstrijden spelen, ook al is het op een andere ondergrond. En gewoon wat wedstrijdjes spelen en dan zie ik wel hoe het loopt. Maar ik ga daar niet heen met het idee dat ik het toernooi ga winnen. Maar ik ga gewoon mijn best doen en ik hoop dat ik gewoon fit blijf en mijn lease kan testen in een wedstrijd.